Oké, Polderwijk. Voor ons een nieuw stukje water. Niet nieuw dat we niet wisten dat het er was. Want uiteraard hadden we dat water al lang in de peiling. We hebben hier regelmatig op roofvis gevist. Baarzen kun je hier prima vangen. Er zit heel veel witvis, volgens mij. Moet ik nog even ervaren. Het is een nieuw stukje voor het witvissen voor ons. We gaan gewoon kijken wat de dag gaat brengen. Ik ga even bij Otto kijken, want die is startklaar. Dus ik ga kijken of die in ieder geval al vis gaat vangen. En als hij vis vangt, nou, dan heb ik er ook goede hoop op. Hey Otto. Hoi Jan. Hey, we gaan vandaag proberen een paar vissen te vangen hier in Polderwijk. Voor ons onbekend terrein. Ja. Wat denk jij ervan? Gaat het wat kunnen zijn of denk je ook van, ik zie het wel? Ja, gezien de kringen op het water moet er in ieder geval vis zitten. Ja. En we gaan ze even proberen te vangen. Van de week hadden we nog even een baaswedstrijd. Toen was de baas zit er in ieder geval. Dus die kunnen we vangen? Die gaan we in ieder geval. Nou, dan gaan we eens kijken. Misschien kunnen we er nog wel een voorentje tussendoor vangen. Laten we dat maar doen. En een blikje of een... Nou, we gaan wel kijken. We gaan gewoon proberen. Oké. Wat er zit vandaag. Hey, succes. Ja, dankjewel. Worp 1. Kort hengeltje. Zwart antennetje, lastig te zien. Maar Otto heeft hele scherpe ogen. En ik doe het in het lichte vak tussen die huizen door, dan kan ik hem net zien. Ja. In de schaduw niet. Nou, hey. Vis nummer 1 en kijk even wat voor een. Gelijk een mooie. Dat is geen baarsje. Nee. Kijk, gaat die vliegen? Altijd. Oh. Kijk. Nou, dan weten we in ieder geval dat er vis zit. Dat er vis zit. Ja, ik sprint nu werkelijk naar mijn kist toe, want dan ga ik ook vissen natuurlijk, dat snap je wel. Hey, succes. Yo, when I go fishing, it's no kidding. The minute I'm flipping my rig and I'm getting them hits in an instant. This isn't no Hank Parker, Larry Nixon, Roland Martin, Bill Dance, kind of Carolina rigging and pork rind jigging. Man, I got a big one. Hell no, this is much different. Now let me ask you a question. Do you like eels drifting, pen reel spinning, keeper lipping and creel limits broken? Jesus skipping, Bonita hitting and drag seal smoking. Sizzling and leader crimping for mean and vicious fish with teeth like scissors, leaping, flipping, greenish tinted mahi. This is real fishing. I like to catch them fish. You bet I know my spots. I got my vessel full, about 1,000 rods. I wanna launch my boat. Don't wanna come back home. If you agree with me, then let me hear you go. I'm talking flipping heels about 20 inches long, all whipping out a plug. If sitting on your butt, sipping down a bud, midday in the sun is what you call fishing. Then you lost your privilege to be called a fisherman. You're just another Dramamine, drama queen, bonine, pill popping, wobbling, still vomiting, land loving. Man with his head cramped up in a garbage can, a bucket. When you could be chumming, you could be ladling and making them and hitting slicker anchoring or something. Even if a hurricane is coming, I'll be fishing. I wanna catch sailfish, maybe a... Nou Otto, einde van de dag. En een topdag kunnen we zeggen, denk ik. Nou, we gaan eens even kijken. Als je een klein beetje naar voren toe... Oh, kijk. Wat een net met vis, jongens. Heerlijk waar. Nou, laat ik het eens schatten, Otto. Ik heb er niet zoveel. Ja, ik ben bang dat je het hiermee niet eens kunt winnen vandaag, joh. Maar wat een vis, hè? Oh. Nou, magistrale dag, man. Hey. Het was perfect. Ja, ik ga ook nog even bij mijn netje kijken. Oké. Okay. Nou, dan zullen we eens kijken wat het wordt. Oh.
Kom op Jan, je kan hem. Ja. Kijk hier dan nog. Jongens, wat een vis. Dat is toch een redelijk bakje vis wat erin ligt. Dat dacht ik. Hè? Oh. Ik denk zomaar dat we kunnen spreken van een super geslaagde dag. Ga ze terugzetten. Volgend jaar. Dat duurt nog maar 2 dagen. Dan is het 2015. En als ik dan nog een paar van deze dagen heb, is mijn jaar top. We'll be right back.